het programma van Jans, dat is geniaal. Het is de simpelheid zelf en het is dé manier om verhalen te delen binnen de digitale wereld. Want wat is er aan de hand? Er is een perfect storm gaande op dit moment. Iedereen kan uitbarsten in uitzending wanneer die wil. Ik ga jullie er straks een aantal voorbeelden van laten zien, waar ik zelf erg opgewonden van ben. Dus die laat ik jullie zien. Dat is een wat breder plaatje wat ik jullie dan laat zien. Ik laat de Amerikaanse voorbeelden zien en ik laat wat andere voorbeelden zien. Allemaal met de bedoeling om jullie te enthousiasmeren voor het idee dat je, als je begint op YouTube, wat wij inmiddels gedaan hebben, met het delen van verhalen, en dat is wat die digitale uitzendingsomgeving zo leuk maakt. Iedereen kan uitbarsten in uitzending op dit moment. Dat delen van verhalen een belangrijk onderdeel wordt van het buurtreporternetwerk dat wij met jullie willen gaan vormen. Van Flip laat ik je nou even niet de technische kant zien, maar hij kan niet alleen beelden opnemen. Ik doe het even heel simpel. Het is aanzetten. Het is aantekenen bezig. En daar maken we eigenlijk al als reporters verhalen. En je kunt het hier zien. Ik ben bijvoorbeeld zelf met mijn buurjongetje naar de speeltuin geweest. En dat is Miran. Miran is 5 jaar, de speeltuin bestond 5 jaar. Origineel. Speeltuin. Dit is mijn verhaal. Ik sta 5 jaar vandaag. Ik ga even kijken of er nog wat leuks is. Ik ben 5 jaar. En jij bent 5 jaar. Nou, toevallig. Wat eigenlijk het basisprincipe is, dat is veel meer mee op gaan. Ik ben met Flip op pad gegaan en ik ben eigenlijk in een paar minuten heb ik een filmpje gemaakt waarvan anderen zeggen, en dat vind ik natuurlijk erg leuk, dat het een leuk filmpje is. Dan kun je denken van het is heel veel werk, dan heeft hij heel veel werk aan gehad. Dat is absoluut niet zo. Het zit allemaal in het apparaatje en zelfs ik kan het. Nou ben ik inmiddels wel wat geoefend. Nou, hoe lang heb je dat gedaan? Ik denk alles bij elkaar, een kwartiertje heb ik geknipt en geplakt. Want je bent niet de hele tijd zo aan het filmen. Als je dat zou doen, kun je dat ene filmpje gewoon in stukjes maken. Kun je dingen eruit halen. Maar eigenlijk door steeds een stukje te doen. En eigenlijk ja, een beetje mee te hobbelen. Nou, het is niet heel zwaar. Kun je gewoon. Die onafhankelijkheid van Omroep Houten, dat staat boven kijken. Dat is waar het bestuur voor is. Er is een onafhankelijke geldstroom. Er is een redactiestatuut. Er is onafhankelijkheid. Kritische journalisten, dolgraag. Dan is de bedoeling dat die omgeving, dat die daarvoor geschikt is. He, dat is de reden waarom we het op die manier inrichten. Want we hadden kunnen volstaan met YouTube. Maar we hebben gekozen voor die lokale publieke media. Omdat er dan een aantal beschermingen bij komen. En die onafhankelijkheid. Klaar. Daar houd ik u aan. Er is iets aan de hand in Nederland. Ik vertelde al iets over die lokale omroepen. En de lokale infrastructuur. Die van verhalen. De lokale media zijn in problemen. Regionale media zijn in problemen. Het is een moment om aan het publiek te vragen van jongens, er komt een gemeenteraadsverkiezing aan. Wat nou als die 9953 gemeenteraadsleden die zich nu aan het warmlopen zijn voor de verkiezingen, voor de gemeenteraadsverkiezingen in het hele land. Hè, want we hebben het niet alleen over verkiezingen hier, maar we hebben het over het hele land, 9953 gemeenteraadsleden. Als we niet weten waar we ze aan kunnen houden, dan kunnen we ook niet met ze afrekenen. En het ziet er naar uit dat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen niemand of van de toekomstige politici de vraag krijgt voorgelegd waar mogen we u eigenlijk aan houden. Dat is een conclusie van de commissie Brinkman die eerder dit jaar een rapport liet verschijnen waarin ze zei de lokale journalistieke infrastructuur, de lokale journalistieke controle is in het geding. En wij vinden dat dat een reëel probleem is en we vinden eigenlijk dat die 8 miljoen die we voor kranten bestemd hadden, dat moet eigenlijk 8 miljoen worden voor het herstellen van de lokale infrastructuur. Ik zou zeggen, doe mee. Alleen het enige is, ik weet van een aantal mensen die hier zitten die ook gewoon zelf een andere camera hebben. We hebben het nu over Flip, maar omroep houden betekent niet dat je alleen met Flip mee mag doen. Hè? Dus dat is even voor de duidelijkheid. Je maakt het jezelf wel moeilijk, je bent langer met editen bezig. Maar maakt allemaal niks uit, je krijgt een beter product misschien wel. Maar het gaat om de verhalen.